even aan 20 uurtjes. 124 bedacht. Hello driver, set off but no drive no faster than 40 kph. The next signal is red, as we have to wait for a passenger train to pass first. So. Let's see if even uitstaan. Heeft hetzelfde geluidje als de PCB, zo hoor ik die altijd doen. Wat een geluid van die wagons. I believe I can fly. Nou, wij zitten in PCB-U-modus, dus we mogen niet harder dan 105. Maar in dit geval zitten wij in 1000 Hz met niet harder dan 45. De Jeppa cheat sheet erbij pakken. Inderdaad, 40, sorry. 40. Eens even kijken, wat hebben wij bij ons? De 155 met vrachtwagonnetjes. Maar zijn dit wagonnetjes uit de ÖBB pakketje? Die heb je hiervoor nodig. PCB is locked while moving the train. En die kwam toen wij over dit magneet hier reden. Interesting. Why did it time you out, Flying Scotsman? Should have ik ben wat aan het doen en dan krijg ik gelijk dit weer. Nou, ik vind het allemaal prima. Reculus. Kijk, nou ik ben wat aan het fixen, krijg eens van Brumso. Heel. Ja. Wil dat je zelf zegt.
ik heb hier zometeen toch verder op een rood sein, of in ieder geval dat was een rood sein. Bedankt dat u er was, Tom. En ja, slaap lekker en tot de volgende keer. Ik heb geen 1000 hertz meer, 7085 is 45, dus 40. Oké, nu is die bevrijd. Dan zegt hij 55. Line speed. Alleen de hoofdzijde dus. Hier hoef je niet aan. Ah, oké. Dit is toch een scenario wat bij het ene pack komt op Steam? Dat klopt inderdaad. Oh ja. Natuurlijk, hier werkt dat weer niet op deze route. Dan doen we het zo. Zijn er, dus we kunnen doortrekken. Naar 105. Ja, ik vind het raar, want op zich zou die steam powered uitgezonden moeten zijn. Dat roes ik aan alle kanten mee op. Ja, dat zeker. Maar het is zeker een leuke route. Ja, ja. Missen we speeding.
Waar komen die wagons vandaan? Dat is, volgens mij zijn dit wagons onderdeel van het ÖBB-pakket die op Steam te krijgen is. Alles wat je ziet in dit scenario komt van Steam af. Trouwens. Bijna zegt dat het aan de magneten ligt dat die melding elke keer komt. Iedereen met dosto's. Ik heb niks bevestigd, Jeppa. Want hij zei alleen maar PCB is locked while moving the train. Dus ik kreeg het idee dat het... Another one bites the dusto. Uh, 120 volgens mij. Wij mogen in ieder geval maar 105. Ja, nee, ik zat even te denken waarom elke keer PCB is lock while moving the train. Kijk, hier doet hij het weer niet. Hashtag Blame Train Simulator.
ieder geval bedankt maar dat je er was en tot de volgende keer. En ja, nog een fijn weekend. Morgen bij Rupke. Nog een 155 double action. Waar zitten wij? We moeten daar naartoe. Aan de dag. En wij zitten nu hier. Wij zitten bij... Bom. We kwamen hier vandaan, denk ik.
op PCP. Nou, ik had de distance signal niet acknowledged. Ja, als dit scenario goed is ingelegd, dan heb ik hooguit nu maximaal 945 punten. Harder gaan dan 40 op dit moment. Ah, lekker ritje zo. Dat zeker. Turning is uit, dus we gaan doortrekken. Naar de 60. Ik bevestig überhaupt maar alles even voor de zekerheid. Je weet het maar nooit. DTG headquarters.
Dit is geen headquarters. Germany. Maar daar is ook nog Duitsers gezien. Oh, in de Enschede komen heel veel Duitsers. Gigantisch. Treinmodus. Een nieuw station geopend deze week. Bam, Ueng. Campus. Nu ben ik echt klaar met die RRF6Z. Daar hebben ze alle drie compleet. Opnieuw opgebouwd. Proberen. Het probleem was opgelost in mijn repeat TS, zet ik alles in mijn stream. In TS is het probleem weer. Kan dat toch komen door de verschillende versies die je gebruikt, Rob? Dat je toch jouw repaint versie als je een stripdown 2017 wil maken? Misschien dat dat helpt. We're moving the train. To come back. Eén ding wat ik eigenlijk wel mis in Train Simulator is het menu van 2015. Dat grijze menu, dat werkt, is gewoon een stuk mooier om naar te kijken dan dat blauw wat we nu hebben. Ik ben benieuwd wat ze in 2018 doen en die binnenkort zal uitkomen. Halverwege november hoor ik bij jou in de stream. Von Bad Godesberg. Ja, dat komt 2018 komt uit. Dat komt met Virtual Trains en een exclusieve route. Kijk op zich ook wel uit naar dit dat de Enhanced 47 pack. Van Armstrong Bauhaus komt binnenkort ook weer een pakket van 150 desktop uit. Want ze plaatsen gigantisch veel foto's. Want het scenario is klaar en deze livery zit erin en die livery zit erin. Dus dan is het bijna klaar. En natuurlijk de New Mexico DLC voor American Truck deze week. En binnenkort dan de Italy DLC dit jaar hopelijk nog. En de Special Transport. Genoeg om naar uit te kijken eigenlijk. Ripgeld is deze maand. Ik denk het wel. Daarom heb ik maar niet al te veel in de Steam sale gekocht. Daarvan laat ik nog eventjes wat geld bewaren voor een nieuwe spul. Ik heb toen op Twitter gevraagd over Facebook, volgens mij Facebook aan Rail Simulator en aan DTG. Zo van, doen jullie voor de nieuwe versie ook weer wat jullie met 2017 een Complete My Collection? En toen gaven ze daar niet een duidelijk antwoord nee of ja op, maar het is een mogelijkheid. Dus laten we hopen van wel. Dan zou ik heel erg blij zijn. Flying Scotsman 20.5 hours in the stream. Alleen ze willen nog niet zeggen wat ik ook niet ben bedoeld voor volgend. Ja, ik. Vorig jaar hadden ze het wel gezegd met. Maar dat was vanwege ook.
met 2017, dat was, wanneer was dat? Vorig jaar? Dat was ook een Complete My Collection. Dus ik hoop dat ze het nu weer doen. Dat scheelt dat ik al één van de routes heb. Eén of twee routes al. Nee, één route aan de Duitse route heb ik. Ik heb die San Jose heb ik niet en natuurlijk die nieuwe Engelse route dan. Iets meer dan 10 uur in de stream, gaat ook lekker. Dus even kijken of we een mooi screenshot zo kunnen nemen. Bedankt, ik ben aankomen in Krammerdijk. Heb terecht. Met de 1312. We gaan zo ook met nog een 1300 rijden. Op jouw route een vrij oud scenario. Die heeft Rob al een keer gedaan. Ik weet niet zeker of ik hem al een keer heb gedaan. Dat moet dan al voor mij zijn geweest, maar we gaan hem nog een keertje doen. Het is ook te lang geleden dat ik jouw route heb gedaan, dus kom op, we gaan naar die 6. Naar de uitbreiding natuurlijk van je route. Dat zeker. Nu is het toch werk aan 4-3. We zijn verlost van de 2D bovenleiding. Nice. Is toch echt een zeer mooie bovenleiding van Michael. Zeer mooie route. Een van de beste Duitse routes van de DTG zelf dan. Ja, gisteren was dat het Watergraasmeer. Nou, ik ben niet geweest.
Eigenlijk jammer, maar kon helaas niet. Had wat andere dingetjes te doen. Dus mochten ze ooit nog een keer een open dag hebben, dan probeer ik er even tijd voor vrij te maken. Nee, niet met de muur. Ja, en natuurlijk 60 frames, hè? Maar dan kan ze ook een mooie... Ja, is ook een mooie ritme. Ja, en dat er genoeg mensen fun hadden met de ICE-borden en de omroep. Inclusief Martijn. Edwin, goedenavond, welkom. Welkom in Duitsland. Ze kan er gewoon aan laten staan en die trein remt vanzelf. Nou. Gaas dus. Wel grappig dat ik iedereen bijna wel gezien moet hebben gisteren, maar ja, als je de gezichten niet kent. Ja, als Bjorn of Rupke er zou lopen, dan zou die echt wel herkend zijn. Waarom Bjorn? Bjorn! Livius! Nou, dan weet ik zeker dat hij ergens achterin in een cabine zit. Ja, helaas hadden we geen haardzaaien. Dat komt omdat wij alles gingen verkopen. Het is in ieder geval allemaal verkocht, dus we hebben 7,5 miljoen te spenderen zometeen komende dinsdag. Ja, ik zal maar eens opletten, want er zijn wel aardig wat open dagen geweest dit jaar. Eigenlijk twee vlak achter elkaar. Dus ik hoop dat ze alsnog een keer een open dag hebben. Dan zal ik even kijken of ik tijd kan vrijmaken.
ingeladen. Dacht de Oscar in Utrecht te hebben gezien, maar zijn 5 minuten is kort dat hij in deze bezig was. Volgens mij is Oscar beide dagen geweest voor Eurospoor. Want dan zou die voor HCC staan en waarschijnlijk doen ze daar met Train Simulator, dus dan zouden waarschijnlijk zijn persoonlijke account zijn geweest. Is dat TP geen trainen evenementenlijst waar ik hier zie wat allemaal te doen is rondom trainen in? Nou, ik heb geen idee. Ik heb het niet eerder gezien, maar het is wel een wel een goed idee, want dan kun je het een beetje al mooi in de gaten houden. Dat is op perron, op CS. Het is inderdaad een idee, ik zal eens even kijken, dan kunnen we even, ik kan het wel even doorspelen binnen het treinpuntteam. Ik zal het even in de, binnen de treinpuntteam even doorgeven. Dus een zeer goede suggestie. 9 december kerstrit, zet hem maar op. Die zat er weer voor. Wat is er gebeurd? Was toch, je bent toch gegaan voor, je wilt toch stoker worden of machinist worden of zo, je bent nu leerlingstoker of zoiets. Behalve die hakbelt natuurlijk, die was in 2. Ik zie zoveel zo, Victor die gaat bezig met de hakbel, vervolgens dan zwaait hij hem omhoog en de hakbel die vliegt eraf. Nog 7 kilometer naar aan de dag. Ik ga nog leerlingstok worden als het goed is, maar dan begin ik over een jaar. Oké. Dus je gaat zeg maar eerst jouw opleiding afronden voor de treinmachinist zelf en dan ga je daarna daar in de opleiding waarschijnlijk.
zaterdag. Je hebt je toekomstplannen in ieder geval al goed uitbedacht, Victor. Dus, even de test of die nog werkte. Plannen staan op de rails. Brunt. Nailed it. Daar is onze track al. Ik ben benieuwd of we nog wat puntjes erbij krijgen of niet. Ik bevestig het niet. Scumbag, echt waar. Bevestig dat nog en nog krijg ik een beurtje zien breken. Nou ja. Beetjes erbij, beetjes eraf. Ik deed een pitch down knop treinmodus. Tegelijkertijd toen ik hem indrukte, toen ging het op emergency brake. Nou ja, we zullen het wel zien. Handjes bremsen. We zijn er bijna, nog 1,8 kilometer. Dus op de bocht van de 766 die ook een opleiding pas kreeg de laatste rit bijna op te bouwen. Hertz 55, Wmax 55, Wmax 40. Nog een kilometer.
ben benieuwd of we hier naar links of rechts gaan. Wij gaan naar rechts. En hier gaan we naar links. We zetten weer gewoon de monitoring nu. Oh, dat was ik al aan het doen, Ruppe. Maar moet ik hier stoppen, dus... Ring altijd. Maar in ieder geval bedankt voor de herinnering. Wel dan, scenario compleet 916.